midden is in zijn kemmerke. Hij harkt naar de radio. Ah, daar komt de waarman. Het moeske gaat rucht opzitten en doch de moeze eeren wiet iepen. Bij mij is het hier nou haast zontje graden. De zinneskind een matig windje krijgt treien en dat alles uit het zuidenwarm. Prachtig waar dus. Oei, 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 Maarten doekt op een kop de kast in. Het moeske graait in wanten, sjaals en eerwarmers om. Hij smiet alles om hem. Het wordt één grote binde in Maarten zijn kemmerke. Ben ik dat verhipte ding nou? Het maakt je wezen. Ah ja, dat haak hem al. Maarten visket een grien maar reed ding uit de kast. Het is een reegsek. Maar aan de boppenkant een flap en aan de zijkant twee banden om een moezejerms terug te dwaan. Maarten tripket naar de ijskast en helpt er van alles uit. Een lekkere griene appel, een stuk cheese, een grauw stuk koeken en alles gaat in een rechtsek. Zo! Zet een stap erin. Hij snuift de frisse lucht op en zwiept het maar de stut heen en weer. Joet wil er een heel, heel ein rinnen. Oer paden en dieken, langs huizen en sletten. Na een paar oeren werd er wurg. De moezepoortjes doch hem zeer en zijn buikje begint te rattelen. Maarten docht de rechtsek aan en ploft in het geestdaal. Sa, nu eerst maar wat eten. Wat zal er nemen? De koeken? Of de cheese? Oh, ik had zo'n zin om een appeltje. Wat ziet dat er lekker uit. Ik neem een hele grote hap. Net zo'n drokte meidje, litse moes. Wat doest dan in Milan? En op mijn gees? Utrechten en een appeltje eten. Kijk eens tot Lucien. Van zeldzucht kopen de kou dat wel. Ze is o, zo nieuwsgierig en komt wat dichterbij. Maarten neemt een hap uit zijn appel. Als die kou nou maar net al te dichtbij komt. Het best liek het wel heel groot, zo. Zou kopen misschien een hapje van zijn apel haar wollen? Zie's, koopbeest. Wat was jou een stukje van mijn apel, ha? Ik haal er wel een stukje uit. Of kopen de koe ik apels mee, dat zorgen we morgen. Nog maar lekker koesen, ontmoen.